De Alpe d'Huez voor kids. Samen fietsen tegen kinderkanker, dat is waar het vandaag allemaal om draait. De kinderen gaan minstens 3 keer het kopje van Bloemendaal op en af. En hiermee samelen ze geld in voor Kika. Wat heb je nou allemaal opgeschreven, vraag ik mij af. Wat heb je allemaal opgeschreven? Ik heb vooral opgeschreven wat ik het belangrijkste vind voor het kind. En dat ben ik in mijn hoofd een beetje gaan uitbeelden en dat ben ik toen gaan opschrijven. En die komt te hangen aan de wensboom? Ja. Jij bent een van de organisatoren. Hoe ben je op het idee gekomen om dit te organiseren? Welsen Bloemendaal is naar mij toegekomen. Die heeft contact gehad met een man die dit een heel leuk idee leek. En aangezien wij al samenwerking hebben met verschillende sporten, evenementen, ervaring hebben. 5 jaar geleden het ronde van het kopje van Bloemendaal hebben gedraaid. Zijn wij die samenwerking aangegaan. Het is eigenlijk een idee van iemand anders die wij een klein beetje hebben gestolen en in samenwerking met en hebben gaan uitvoeren. We zijn hier ook vandaag namens Kika. Kika, het kinderkankerfonds, wat onderzoek doet naar genezingswijzen en wat eigenlijk nastreeft om 100% kinderkanker uit te bannen. Jullie gaan je eigen toeretappe rijden en wel de Alpe d'Huez voor Kids hier in Bloemendaal. Wij gaan vanuit de start en hier zie je, gaan wij straks de heuvel op fietsen. 3, 2, 1, go! En dan fietsen wij de Zomerzorgelaan. Dan ga je aan het einde linksaf naar de Hoge Duin en Daalseweg. Was het zwaar? Ja? Je bent bijna boven. Ja. Kom maar door fietsen. Kom maar ik heb door al een rondje gedaan. Je hebt al 1 rondje gedaan? Ja. Oké, je bent bijna boven. Ja. Gaat goed, hè? Succes! Ja. Doei! Dan ga je naar beneden, tot aan de kruising met de Koninginnenduinweg. En daar gaan we even, let op jongens en meisjes, daar gaan we even afstappen. Kijk eens aan, go, go, go! Gaat het goed? Ja, gaat zeker goed. Ja, hoeveel nog? Ik weet niet hoe ver ik kom. Ben je al moe? Ja, valt al mee. Oké, succes, hè? Ja, top, dankjewel. Want dan gaat het heel stijl naar beneden, over de klinkertjes. Dus stap even van je fiets af, loop een klein stukje naar beneden en stap dat weer op. Dan gaan we rechtsaf de Mesdaglaan in en dan gaan we over in de Jozef-Israëlweg. Daar hou je links aan en aan het einde ga je weer links. En dan ben je hier weer terug en dan zeg je, joh, dat is een mooi rondje, dat wil ik nog wel een keer doen. Kom een applaus mensen, go! De laatste finish. Er wordt nog gesprint om het eremetaal. Handen in de lucht, mannen. Geweldig gedaan. Klasse. Ja, het was heel zwaar. Alleen als je naar beneden gaat, dan kan je wel weer een beetje, kan weer een beetje rustig aan doen. Finish. Applaus. Klasse gedaan. Kijk, met 2 handen los. Wat was nou het allerzwaarst? Ik denk wel erop, of het kopje. Ben je netjes afgestapt? Ja, maar net mochten we rustig van het kopje af, maar dan hoefden we niet af te stappen. Dat is wel wat leuker. 3, 2, 1! Yeah! Want hier hebben jullie voor gefietst. Hier hebben jullie de ultieme prestatie voor geleverd. Jullie mogen even gluren, hè? Niemand ziet het, ook de camera niet. Dat knippen we er wel uit. Dit hebben jullie bij elkaar gefietst. Zien jullie dat? Goed, hè? Applaus voor jezelf. Ja, daar gaan we Kika mee bijna. Grote applaus voor onze helden. En laat het applaus horen, het komt op de foto. Geweldig gedaan. En nou 1 keer volle kracht, al die handen in de lucht, laat je fiets niet vallen. Kika helden, Alpe d'Huez voor kids. Geweldig gedaan.